Het Wilhelminakanaal in Dongen. Dit is het trainingsveld van openwaterzwemster Desiree Emme. Dit kanaal is nog maar een stroompje vergeleken met het kanaal tussen Engeland en Frankrijk. We moeten rekening houden met alle schepen, boten, alles wat er op het water te vinden is. Daarbij alle elementen zoals de wind, de golven, de kou, alles speelt een rol. En de afstand daarbij maakt het gewoon dat het kanaal gewoon de uitdaging is, de ultieme ervaring. 6 dames zwemmen om de beurt een uur in het wilde water van het kanaal. Hemelsbreed is de afstand 33 kilometer, maar zwemmend kan dat flink meer worden. Als we heel veel stroming tegen hebben, kan het ook zo zijn dat de heenweg alleen al 40 kilometer is. En dan moeten de zwemsters ook nog terug, want rusten op het strand in Frankrijk zit daar niet in. Ja, dan worden we opgepakt door de politie, want dan zijn we illegaal het land binnengekomen. Dus we hebben geen tijd om even pauze te houden. Het water, de wind, de golven en de Franse politie, geen goede combinatie voor de gemoedsrust van een moeder. Het is echt een droom van de zwemmers natuurlijk, dus ja, daarom ga je daar ook in mee. Als ik mijn moedergevoelens laat spreken, heb ik zoiets, we blijven lekker in Nederland. Maar je kan het me eigenlijk helemaal voorstellen. Toch gaat het volgende week gebeuren. Trainingsmaatje Koen zwemt als jongen niet mee, maar heeft er alle vertrouwen in. Ze gaat het zeker redden. Het sterkste schakel in het team. Het kanaal is een druk bezwommen stuk zee. Toch is dit de eerste keer dat een Nederlands vrouwenteam een poging waagt. Het wordt dus automatisch een record, maar met een beetje geluk zit er meer in. Dan hebben we het Europees record, dat staat op 23 uur. Ja, volgens de berekeningen zouden we dat wel moeten halen. En dan kunnen we nog kans maken op 3 wereldrecords. En dat zal wel doorzwemmen zijn, want we hebben de Amerikanen een paar weken geleden verbeterd. En het staat nu op 18 uur en 55 minuten. Maar zover is het nog niet. Eerst moet er nog eens 2 keer ruim 35 kilometer gezwommen worden. Ik denk dat we eerst gewoon heel veel plezier moeten gaan hebben en het moeten gaan beleven. En wat we daarna gehaald hebben, dat zien we dan wel. En daar zijn we dan wel weer blij mee. De dames halen met hun oversteek geld op voor het goede doel. De opbrengst gaat naar Spieren voor Spieren.